ben Tasha. En ik ben Lois. En wij zijn hier op het Cinekid Festival. De vraag van vandaag is... Oh nee, wacht. De vraag gaat over jongens en meisjes. Hallo. Mogen wij jullie iets vragen? Wij zijn van het programma Dus Ik Ben en mogen misschien een van jullie meevragen. Zodat we kunnen vragen wat je vindt van het verschil tussen jongens en meisjes. Ja? Kom maar mee. Ik heb een nichtje en dat is eigenlijk niet een echt nichtje, want eigenlijk is het een jongen, dus oorspronkelijk mijn neefje. Vanaf dat ze heel klein was, wist ze al dat ze geen jongen, maar een meisje wilde zijn. Als mensen haar nu ontmoeten, denkt ze altijd dat het een meisje is. Ze heeft lange haar en ze draagt meisjeskleren. Voor mij is ze ook gewoon mijn nichtje en niet mijn neefje. Laatst moest ze dus een paspoort aanvragen en daar moest ze ook invullen of ze een meisje of een jongen was. Toen wou ze heel graag meisje invullen, maar dat mag niet volgens de wet. Nou, dat vind ik dus eigenlijk heel stom, want waarom zou je nou eigenlijk of een jongen of een meisje moeten zijn? Waarom mogen we dat niet gewoon zelf kiezen? Wat is nou eigenlijk het nut van die twee hokjes? Ja, eigenlijk heeft het geen nut, die hokjes, want je bent wie je bent en dan mag je zelf weten. Ik bedoel, als jij je een meisje voelt, maar dan toevallig een jongen bent. Dan kan je toch gewoon een meisje zijn. Wat vind je nou typische jongensdingen? Een standaard jongensding is voetbal, denk ik. Jongens voetballen veel meer. Voetbal. Opscheppen. Jongens doen meer hele gave en dodelijke dingen. Onze maatschappij zegt, je hebt jongensdingen en je hebt meisjesdingen. Maar heel veel meisjes vinden ook jongensdingen leuk. En heel veel jongens vinden ook meisjesdingen leuk. Meisjes vinden make-up, mooi haar. Make-up. Ballet. Shoppen. Ja, dat heeft veel te maken met de opvoeding en dat, die verwachtingen dat je hebt op als je jonger bent of meisje bent. Ik denk vroeger was het zo zwart-wit. Je was gewoon een jongen en een meisje, daar werd niet over nagedacht. En nu denk ik dat het... Ja, dat er gewoon meer ruimte en vrijheid is om te worden wie je bent. Vind je dat als je op een paspoort moet invullen of je jong of meisje bent, vind je dat zelf mag bepalen of vind je dat je gewoon moet invullen wat je als lichaam bent? Lijkt me niet heel belangrijk voor de regering eigenlijk, maar ja, ik denk zoals je je voelt dan, toch?